met erg mooi. Prachtig hè, Kerstman? Ja, bijzonder mooi, ja. Heb je nou zulke lange benen of ziet het helemaal verkeerd? Prachtig. Ik krijg een beetje dat 2 oktober gevoel op dit moment in de stad. Er hangt iets in de lucht en je voelt dat er een bepaalde spanning is opgebouwd. Sommigen weten dat ik hier in de buurt woon en het is echt fantastisch om te zien wat er in de afgelopen 2 weken weer is ontstaan. Dan zie je op een maandagmorgen, als je naar het stadhuis loopt, allemaal grote vrachtwagens komen. Dan gaan die betons het water in, dan wordt dat hout neergelegd. Een geoliede machine inmiddels, want we doen het al een tijdje. En dan ineens na een paar dagen ligt daar de ijsbaan. En dan is dat het eerste weekend en dan komt er weer een maandag en dan zie je weer die vrachtwagens komen en dan gaan weer die pontons erin en binnen een week staat daar een fantastisch kerstdorp. Een dorpje wat nu nog iets langer blijft staan dan de vorige keer, waardoor we ook echt de kerstdagen gaan meemaken en waarvan ik vrij zeker weet dat dat een enorme sfeer in onze stad gaat brengen die je nu al een beetje proeft. Ik kom net van de beestenmarkt vandaan waar Joris Kerstboom was. We hebben voor de tv-opname maar een aantal keren staan aftellen, zodat het er op 2 december in ieder geval allemaal mooi uitziet op televisie. Tweede kerstdag. Dus dat is goed gegaan, deze verspreking niet. Het is een bijzonder jaar in Leiden. Want de kerstmarkt, de ijsbaan, de hele binnenstad met zijn feestverlichting is naar duurzaam overgeschakeld. We hebben allemaal andere verlichting, veel duurzamer. Hier. Bij de ijsbaan en op de kerstmarkt hebben we voor het eerst eco-glazen. Die zijn ingevoerd. U drinkt allemaal uit Leiden, stad van ontdekkingen. En wat ook nog heel mooi is, net nog geïntroduceerd door 2 jongens die met Technolab bezig zijn. Waar je ook nog kunt fietsen en dan kun je de lichtjes in de kerstbomen aan gaan fietsen. Dus dat kunt u ook nog doen. Dus ook dat staat hier centraal op deze markt. Ik kijk er weer naar uit. Ik weet dat ik vorig jaar me meerdere keren flink vermaakt heb op de kerstmarkt. En dat het daar gezellig is. Ik hoop dat ik dat met u ga doen. Dat we een hele mooie kerstperiode hier in deze stad hebben. Hard op weg de beste binnenstad van Nederland te worden. Ik ben daarvan overtuigd. Voor zover wij dat al niet zijn. Ik wens jullie allemaal straks een hele mooie kerstperiode. En iedereen die heeft geholpen om dit hier weer neer te zetten. Ontzettend bedankt dat je dat hebt willen doen. Dankjewel, Robert. Ik moet even spieken op een lijstje, maar jullie hebben net genoten van KG3 en de leadzanger daarvan was zangeres Marnie van Eek. Geef er even een davend applaus. Hopen dat ze het nog even hoort aan die kant. En straks hebben we een verrassing, maar dat is aan de kerstman, want dat is degene die altijd met cadeautjes mag komen natuurlijk. Okay. Met inzet van Leiden Marketing zijn we op mooie plekken gekomen. Allemaal in top 5 lijstjes, we zijn er dol op. Op nu.nl, NS... Libellen, de Margriet, ik kan al even doorgaan. Maar we doen het goed. En dat is niet zo gek, want er zit voor mijn gevoel, als mensen aan mij vragen zo van, hé Erwin, wat is dat nou in Leiden? Wat is dat? Waarom lukt daar alles? Hè? Waarom lukt daar alles? Ik denk, er zit iets speciaals in het water, wat ervoor zorgt dat we net iets extra's doen. Ik zie Jeffrey, en misschien moet hij maar langzamerhand even naar voren te komen, en Daaf, en Pim Moten. Kom er even langzaam naar voren toe. Want dit zijn mensen die dag in dag uit bezig zijn om de activiteiten die we nu zien nog gaver te maken. En als je kijkt naar de lichtjesparade van vanavond. Leuk. Is het net zoals vorig jaar? Nee. We willen een stapje verder zetten. En dat houdt in dat we op Nederland 1 komen te staan. En dat Joris Kerstboom, dat we 6 keer hebben mogen aftellen met z'n allen voor die kerstboom daar. Zodat we op tv komen. En dat is volgende week is dat in beeld. Maar wat ook mooi is, is dat bijvoorbeeld, ik zit even hier achter me te spieken, Jeffrey, hè, de hopman van het Huis van Sinterklaas in de intocht. Geef hem even een applaus. Kom op jongens. Ja. Een intocht, een Huis van Sinterklaas, is dat het? Nee, die route moet anders. Dat huis moet nog gaver, nog langer. En we hebben, nou ik denk, bijna 40.000 mensen mogen ontvangen. Je ziet er weer heel goed uit, moet ik zeggen, zo na een paar weken slapen. De Sphinx daarvoor. Maar ook het ijs.
Het ijs wat jullie hier zien, 's nachts, of ja, beter gezegd, 's ochtends, word ik wakker van sms'jes die binnenkomen van vrijwilligers. Ze staan hier allemaal tussen, die laagje voor laagje dat ijs opbouwen. Omdat we gewoon het beste ijs willen hebben. Het is een vak apart. En als je ze ziet, ze hebben een jas met... Staat die bij jou ook? Oh, hij staat er ook voor. Met ijsmeester erop. Geef ze even een schouderklopje. Want het is fantastisch wat ze doen. Oh, ook met een blauwe jas met een vrijwilliger. Applausje voor Daaf en de hele club. Ja, kom op jongens. Fantastisch. En dan hebben we een kerstmarkt. Ja, en Pim, het is al een paar jaar geleden, maar jij stond hier onder die koornbrug en zegt, zullen we niet die kerstmarkt op het water leggen? Ik maakte de grote fout om ja te zeggen. Laten we dat doen. Maar Pim, zou Pim niet zijn dat hij samen ook met Van Hameren, met de pontons en dergelijke, maar nog heel veel partners die hier staan, zwoegend met heel veel LCKV'ers en vrijwilligers, 3 dagen aan het ploeteren is om die kerstmarkt hier te staan. En we geven je dit jaar 2 dagen extra rust, want hij blijft ook tot en met de kerst. Dus Pim, onwijs bedankt. En ja. En we zijn inmiddels al 5 jaar bezig. Dit is het 6e jaar. En het bijzondere van het 6e jaar is dat de tradities insluipen. Daaf kan erover mee praten, Jeff. Maar Pim ook. En Pim heeft mij betrapt op iets wat ik niet heb gedaan dit jaar. Dan ga ik nu even verandering in brengen. Waar blijven die oliebollen, Erwin? Ik zou zeggen... Pim, hier zijn je oliebollen. Er komen er nog meer aan. Geef deze kanjes alsjeblieft een daverend applaus. En nou, deel ze uit. Maar er komen er nog meer. Zijn nog warm. Applausje. Ik geef heel graag de microfoon aan iets, een heel bijzonder moment. De kerstman. Nou ja. Deze kan je ook. Zo, hallo, high five, ja. Krijgen we eerst dit allemaal. Ja, high five allemaal. Ja. Dames en heren, de sponsoren zijn genoemd. De werkzaamheden zijn benoemd, de vrijwilligers zijn benoemd. En toen dacht ik van, wat moet ik daar nou nog aan toevoegen? En toen dacht ik, misschien is het wel leuk om u een kerstgedachte mee te geven. En die kwam bij mij op vanmiddag. Ik kom als kerstman veel onder de mensen en onder de kinderen. Ja, niet onder de kinderen, maar ik sta ernaast, zeg maar. Hè? Ja. En dan ga ik op de foto en ik kreeg vanmiddag een mapje binnen met al die foto's. En ik zag ontzettend blije gezichten. En toen dacht ik van, ja, dat ben ik eigenlijk. Ik ben de kerstman, ik ben een knuffelbeer. Maar ik ben ook de brenger van geluksmomentjes. Maar toen ging ik nog eens verder kijken op die foto's. En toen zag ik ook een hele vrolijke kerstman. En toen dacht ik, nou, ik heb ook die geluksmomentjes met al die kinderen op mijn arm. En al die dames aan mijn arm. En toen dacht ik, ja, ik ben dus ook een krijger van geluksmomentjes. En die gedachte wil ik even aan jullie meegeven. Dat jullie heel veel geluksmomentjes mogen krijgen en ook mogen uitdelen. De komende kerstdagen en ook in het nieuwe jaar in 2017. En nou is het heel leuk. Ik heb een elfje bij me. Hallo. Ik heb een elfje meegenomen en die gaat nu officieel de kerstmarkt met ons openen. Oh. Dag kerstelfje. Hallo. Kijk, hier heb je dus weer zo'n geluksmomentje. Van beide kanten. Lief elfje. Of 12, ik weet niet hoe oud je bent. 5,5. En als je dat dubbel telt, dan krijg je 11. Dus dan klopt het weer. Ik tel tot 3. En dan mag jij bellen. Dan moet je nu nog niet bellen. Zo. En dan... Mag jij bellen en dan is officieel de kerstmarkt geopend. Zullen we dat doen? 1, met z'n allen. 1, 2, 3. Dames en heren, heel veel plezier. De komende kerstdagen en in 2017. Ja,
harder dan jij.